Kopier is een klein ingenieursbureau. We hebben 3 verschillende vestigingen. Wij houden ons bezig met het engineeren van de openbare ruimte. Ook als de opdrachtgever nog maar een heel vaag idee heeft, dan kunnen wij al ingeschakeld worden om dat idee wat meer body te geven. Budgetraming maken, schetsontwerpen maken en tot aan de uitvoering. Want wij begeleiden de uitvoering voor de opdrachtgever. Dus controleren of de aannemer zich wel houdt aan de bestekken. Daar houden wij ons mee bezig. Wij zijn hier vooral bezig met de stedelijke en regionale infrastructuur. Dus dan heb je het over riolering, wegen, openbare ruimte. De projecten waarbij ik de meeste uitdagingen heb en de meeste energie uithaal zijn toch wel de reconstructie in de bestaande woonwijken. Dan heb je te maken met heel veel aspecten die er al liggen. Ondergrondse infrastructuur, riolering, kabelsleidingen. Bovengronds heb je te maken met bestaande woningen. Heel veel verschillende typen belanghebbenden. Ja, gewoon een hele complexe ruimte waar heel veel aspecten samenkomen en daar een technische oplossing voor bedenken. Dat biedt mij heel veel uitdagingen. Iets engineeren in braakliggend terrein is niet heel spannend, omdat je daar gewoon alle ruimte hebt om het volgens het boekje toe te moeten passen. En dan hoef je eigenlijk geen problemen op te lossen, maar hoef je gewoon de leidraad volgen en ontwerpen. Het boeit mij gewoon om de verschillende belangen en de verschillende disciplines en technieken, om die bij elkaar te brengen, om samen het meest goede resultaat te behalen. Dat is mijn uitdaging. En het wil wel eens voorkomen dat het gewoon echt niet kan, dat alle eisen bij elkaar gooien, dat het gewoon niet past. De uitdaging zit er dan in om dan A, de opdrachtgever ervan overtuigen dat het niet kan. En dan B, om dan samen met de opdrachtgever en eventueel de belanghebbende beheerders, omwonenden, naar een welpassende oplossing te zoeken. Ja, dat is het mooie van ons vakgebied. Ik ben trots op het engineeren van de openbare ruimte. Dat je iets alledaags waar iedereen gebruik van maakt, dat je dat onderhoudt, maakt en creëert. En dat tijdens projecten dat bewoners en burgers en gebruikers dan in één keer beseffen wat het allemaal wel niet betekent, civiele techniek, en dat ze dan uiteindelijk heel blij zijn met het resultaat.